Van Theo hier in het restaurant hangen. Het zijn mooie kleurrijke schilderijen, ze zijn mooi ingelijst, ze passen hier goed en mensen praten erover als ze hier aan tafel zitten. Het is een groot succes. Ik voel me heel prettig en ik vind het ook leuk dat er veel mensen zijn gekomen. En sommige mensen heb ik in geen jaren gezien en die zie ik nu weer. Dat vind ik ontzettend leuk, vind ik dat. Heb jij dat getekend? Nee, die Carla. Oh, Carla, heb jij dat getekend? Ja, dat is voor Theo. Ontzettend leuk. Ja? Leuke plek, leuke mooie schilderijen. En gezellige sfeer. Dus, Ik ben een nichtje en ik heet ook Hermans, maar mijn neef is nooit op de wallen geweest. Dat weet je zeker? Dat weet ik wel helemaal zeker. Ja. Nieuw gezicht door Amsterdam, wat ik hier heb gezien. De tentoonstelling van Theo Hermans. Er is nogal wat aan vooraf gegaan. Een prachtig artikel in de krant. En daar wilde ik eigenlijk nog even voor bedanken, Marian en Evelien. Marian van Veen en Evelien van Dijk, die hebben dus uiteindelijk voor gezorgd dat Theo hier die prachtige tentoonstelling mocht ophangen. Daarna is Quincy bij me geweest met zijn man. En hebben we dus ontzettend moeten zoeken om zo min mogelijk blote konten erop te hebben. En dat was vreselijk moeilijk, want iedere keer zet Theo, die zette dan een schilderij erop en er was weer een blote kont of twee of drie. De Theo Hermans Blues. Maar het is jammer dat er zo weinig blote billen heren te vinden zijn. Ik zag daar één schilderij, daar waren dan geloof ik drie heren met blote billen. Maar ik zou zeggen, Theo, in de toekomst willen wij meer blote billen van de heren. Mag ik het eerlijk zeggen? Ik vind deze zo prachtig. Ja, ik blijf het toch zeggen. Ik vind dit zo mooi. Dit is helemaal een enorm vrolijk schilderij. Je zou denken, nou, vrouwen van een bepaalde leeftijd met lange jassen, denk je dat hoeft niet vrolijk te zijn. Maar als je heel goed naar die jassen kijkt, dan zie je dat de wind toch door de jassen heen waait. En dat het toch iets heel, aan de ene kant iets heel statisch heeft in zijn aanpak qua manier van schilderen, maar de compositie is heel dynamisch. Dus er zitten enorme diagonale, dynamische, bewegelijke vormen in. En dat vind ik het heel, heel verrassend, vind ik dat. Nou, dit
schilderij dat fascineert me heel erg. Het is mooi, de kleuren zijn fantastisch en het is ook een beetje ondeugend. Er zit zoveel in en dat vind ik echt heel erg apart en daarom is het mijn favoriet. Ik weet wel waarom. Kijk, die nekjes van die mannen, daar kun je al aan zien dat ze eigenlijk een beetje opgewonden zijn. En dan heeft hij dus heel veel gespierd. He, wat dingetjes die wijzen ergens naartoe. Ja. Dus er zitten heel veel aspecten in, dat heb je heel goed gezien. Ja, heel groot. Hoe chockerend, hè? Dat vind ik niet chockerend. Nee, ik word er eerder vrolijk van. Ja, ik vind het zo. Ja, vind ik zo. Ja, zo kan ook. Nee, zo kan ook. Goed gedaan. Mijn favoriet is...